Hallo, leuk dat je luistert. De volgende. 6 verlost van verlossing. De koors biedt geen verlossing. Er bestaat helemaal geen cursus voor verlossing. Er is geen verlossing, geen vergeving, geen verzoening, geen genezing van een gespleten denkgeest. Er is geen geest. Laat staan één. Die gespleten is en die genezing of verlossing behoeft door vergeving en verzoening. Dat zijn droomideeën in een droomgeest waaraan droomoplossingen worden gegeven door een droomcursus. Niemand komt via een droom tot de werkelijkheid. De werkelijkheid is niet iets wat je kunt bereiken. Niet door een les, niet door een cursus, niet door een verlossingsplan. Niet door genezing van een denkgeest of een stevige mindtraining vol zinnen die je moet herhalen. Niet door de Heilige Geest die als brug fungeert tussen droom en werkelijkheid. Er is geen brug tussen niets en werkelijkheid. Sterker nog, er is niet alleen geen brug, geen weg, maar ook niemand die de weg gaat of de brug over moet. Het zijn droomwegen van het droom-ik. Toch is dit wat ogenschijnlijk gebeurt. Er is niets aan te doen. Zolang er geloofd wordt in de droom, zal er aan die droom betekenis worden gegeven. Omdat er dan een droombetekenisgever is die dat nu eenmaal doet. Zolang er geloof, geloofd wordt in de zoeker, zal er gezocht worden naar. Verlossing of wat dan ook, want dat is wat een zoeker doet. Dit is onschuld, want er is geen goed en kwaad. Er is geen verkeerd, geen vergissingen die correctie behoeven. Zulke ideeën of onderverdelingen zijn slechts deel van de droom. Er is geen dualiteit. Er is geen autoriteit. Er is geen identiteit met een hoofdletter en geen identiteit met de kleine letter. Er is geen individualiteit. Al lijkt er een persoon te verschijnen en miljoenen personen en dingen, en dieren en planten en natuur, en vogels en vissen en nog veel meer. Het zijn verschijningsvormen, niet meer. Dan dat. Er is geen oorzaak met hoofdletter die jou veroorzaakt heeft en jou tot gevolg maakt. Geen bron met hoofdletter waar jij opnieuw één mee dient te worden. Dat is louter een geloof, een aanname, een sprookje. Jij bent er niet. En kunt dus nergens één mee worden of zijn. Geen weg, geen bestemming, geen doel, geen functie, geen taak, geen plan. Geen jij om ooit iets uit te voeren, laat staan te voldoen aan wat wordt gevraagd. Er wordt jou niet gevraagd juist te kiezen of je verantwoordelijkheid te nemen voor het aanvaarden van de verzoening en voor jouw pijn. Er wordt jou niets gevraagd, dus ook geen bereidwilligheid. Nog wordt jou ooit iets aangedaan. Vrijheid is gegeven. Vrij van alles wat je maar bedenken kunt. Hier hoef je niets voor te doen. Helemaal niets. Er is geen ik dat iets kan doen. Geen seconde. Al maken we onszelf nog zo waar. Waarmaken is deel van de droom. Het is een verlangen dat we geprojecteerd hebben en daarmee echt lijkt te zijn geworden. Maar niets wordt echt. Dat is de bevrijding. De werkelijkheid is er gewoon. En deze is echt nog onecht. Of echt en onecht. Ze is onbegrijpelijk en heeft ook geen mind nodig die begrijpt. Ze is altijd al bevrijd van de macht van begrijpen en van de macht van geloof of van wat dan ook. De verlossende werkelijkheid die. Alles oplost. Ons ook. Dankjewel voor het luisteren.